Van harte welkom bij dit nieuwe SGP Weekjournaal. Deze week gaan we het hebben over de Transgenderwet, de Nationale Defensiewet, een Eerste Kamerdebat over de toeslagenaffaire en verder was er ook sinds lange tijd weer een coronadebat. Ja, we beginnen met het grote debat over de Transgenderwet. Het kabinet wil voortaan dat iedereen, zonder dat daar een verklaring van een deskundige voor nodig is, het geslacht heel makkelijk kan wijzigen in het paspoort. Nou, dat gaat de SGP echt een stap te ver en we vinden dat dan ook een slecht idee. Rode draad door al deze thema's is dat de SGP enerzijds compassie heeft met hen die worstelen met een andere beleving van het geslacht dan het lichaam waarin ze verkeren, maar anderzijds de schadelijke ideologie aan de kaak wil stellen die van het geslacht een simpele willekeurige keuze maakt, een soort sociaal construct. Ja, de hele bijdrage aan het transgenderdebat van Roelof Bisschop is ook terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Inclusief alle interrupties van Volt, Bijeen, GroenLinks, PvdA en D66. Het geheel duurde ook een uur lang. Allemaal terug te vinden dus op ons YouTube-kanaal. En daarin is ook te zien dat Roelof Bisschop heel duidelijk onderbouwt en ook wetenschappelijk onderbouwt en beargumenteert dat de wet negatieve gevolgen kan hebben voor met name kinderen en kwetsbare jongeren. Nou, Roelof Bisschop die sloot zijn bijdrage af met een beschouwing over mens en godsbeeld. De christelijke traditie beleidt dat de mens als man en vrouw is geschapen naar het beeld van God. En dat is een duizelingwekkende hoge positie. We kunnen het beeld van God niet naar believen kneden, naar ons believen. We moeten geen ongelimiteerde scheppers van onze eigen identiteit willen zijn. Liever beleiden we met Augustinus, en daar rond ik mee af. Voorzitter, onrustig is ons hart. Heel vaak. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Die laatste opmerking van Roelof Bisschop schoot bij Savannah Simons van Bijeen in het verkeerde keelgat. En daardoor ontstond er een hevig interruptiedebat. Voorzitter, als kind van ouders die mij hebben opgevoed met zeer veel respect voor spiritualiteit en al haar verschijningsvormen, wil ik bezwaar maken tegen de preek van de heer Bisschop in het licht van dit debat. Nogmaals wil ik de heer Bisschop uit zijn droom helpen. God heeft geen deel aan dit debat. Niet. Mevrouw Simons maakt in elk geval niet uit of God wel of niet toeziet op dit debat. Ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. Als u dat niet gelooft, staat u dat vrij. Maar alleen al het feit dat ik het benoem, heeft daar bewijs het tegendeel. Ik zal nogmaals herhalen, ik vind het erg belangrijk dat dat weersproken wordt. In dit huis neemt God niet deel aan dit debat. Niet. Scheiding van kerk en staat. Savannah Simons maakte dus een fel verwijt richting Roelof Bisschop, omdat hij de naam van God noemde tijdens het debat. Zij betuigt dat dit niet mag, omdat er een scheiding is van kerk en staat. We vroegen even aan Menno de Bruyne wat hij hiervan vindt. Dan heeft mevrouw Simons het niet helemaal begrepen. Als zij iets weet over de geschiedenis van de scheiding van kerk en staat, dan wil dat in één zin zeggen: de kerk bemoeit zich niet met wat de staat doet en de staat niet met wat er in de kerk gebeurt. Dat is de scheiding van kerk en staat. Kijk, waar zij op doelt is dat je eigenlijk niet vanuit een godsdienstige overtuiging een mening mag hebben in de Tweede Kamer. Ja, dat is te bizar voor woorden, want ieder mens, ieder Kamerlid, of die nu christelijk is of niet, of die seculier is of moslim, iedereen heeft zijn eigen levensovertuiging. En waarom zou je niet vanuit je eigen overtuiging een standpunt kunnen formuleren? Mevrouw Simons zegt dat zij zelf staat voor inclusie. Iedereen mag er zijn, elke kleur, elk mens, wat je achtergrond is. Alleen voor religie is volgens haar geen plaats in de politiek. Ja, dat laat dus zien dat het een beetje een hypocriet standpunt is. Want dat geldt kennelijk alleen, bij mevrouw Simons, voor de mensen die het met haar eens zijn. Ja, dan kun je net zo goed de democratie afschaffen. Ja, zij probeert hier dus eigenlijk een christenpoliticus de mond te snoeren, zodat hij niet meer mag praten over God. Nou ja, zij is heel emotioneel, dat merk ik ook vaak in haar optredens. Ik denk eerlijk gezegd dat zij, als ze erover nadenkt, ook wel beseft dat wat zij zei niet helemaal klopt. En ja, dat als je mensen verbiedt, als het ware, om vanuit een geloofsovertuiging of een levensovertuiging iets naar voren te brengen, ja, dat de Tweede Kamer dan de deuren wel kan sluiten. Ja, en ook Roelof Bisschop reageerde zelf nog voor onze camera. We vroegen hem wat hij vond van de aanval van Savannah Simons.
Zij zegt te staan voor inclusiviteit. Iedereen hoort erbij, ongeacht je achtergrond of je beweegredenen of je uiterlijk. Voelde u zich ook in die zin inclusief? Hoorde u er nog bij, volgens mevrouw Simons? Ja, kijk, ook dat bepaalt zij gelukkig niet, hè? Dus zij kan het goed recht van een christenpoliticus om vanuit christelijke uitgangspunten zijn of haar inbreng te plegen. Kan ze ontzeggen, maar ja, zij gaat er niet over. Dus ze kan sputteren, maar dat glijdt dan ook wel van me af, moet ik zeggen. Dat raakt mij minder dan wanneer ze zegt van God heeft er niks mee te maken. Hè? God is hier niet in de kamer aanwezig. Ja, dan denk ik van, kon ik het besef maar overbrengen dat hij er is, dat hij het alles regeert en bestuurt en dat je daar dankbaar en blij van mag zijn, omdat je anders als samenleving in een volstrekte, totale chaos gestort wordt. En dit wetsvoorstel is een klein stapje in die richting. Dat is onze grootste zorg. Tot zover dus het inclusieve gedachtegoed van Sylvana Simons. Gaan we door naar de andere onderwerpen uit dit journaal. Nou, deze week was er nieuws rondom onze initiatiefwetsvoorstel om de NAVO-norm wettelijk vast te leggen. Dit houdt in dat er minstens 2% van ons bruto binnenlands product aan defensie besteed moet worden. Nou, wat we willen is dat ook op het moment dat het dadelijk weer rustig is en vredig in Europa, dat we niet vergeten dat defensie geld nodig heeft om te zorgen dat ze klaarstaan voor het moment dat het weer onrustig wordt en de vrede bedreigd wordt. Uw verhaal is blijkbaar overtuigend, want coalitiepartijen CDA en VVD, niet de kleinste, hebben zich deze week achter uw plan geschaard, gaan ook helpen om dit te verdedigen. Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen? Nou, wat het mooie is, het CDA had na jaren dat ze de boel hebben afgebroken, toch ook bedacht dit moet. Hè? Die hadden dus ook in een verkiezingsprogramma gezet. Dus ik dacht, ja, dat is toch een mooie aanleiding. En de VVD, laat ik ze dat compliment geven, die hebben ervoor gezorgd dat er ook in deze periode al een heleboel geld bij kwam. Niet genoeg. He, oorspronkelijk, maar wel gedaan. En toen dacht ik, ja, nou, dan ga je met elkaar dat ook gewoon doen. Dus ja, beide partijen hebben toegehapt. En we doen het nu samen. Ja, nu hebben jullie nog wel wat zendingswerk te verrichten. Want ik begrijp dat D66 nog wel een beetje tegensputtert. Klopt dat? D66, ja, ik heb af en toe het gevoel dat als ze iets niet zelf bedacht hebben, dat het wat moeizaam is. Maar goed, ze hebben jaren die 2%-norm voor de NAVO ook verwaarloosd. Nu zijn ze ervoor. Dus ik denk, ja, als we met elkaar nog een beetje spreken, dan moeten ze ook helder zijn van, laten we gewoon leren van het verleden en voor de toekomst ook gewoon wettelijk vastleggen. Uiteraard blijven we de Defensiewet met veel interesse volgen. Gaan we door naar woensdag. Toen debatteerde de Tweede Kamer over de vraag of er een parkeervoordeel moet zijn voor mensen met een elektrische auto. Nou, we kijken even naar de mening van Christoffer hierover. Want stel nu eens, de gemeente Utrecht kiest voor gratis parkeren voor elektrische auto's. In gedachten zie ik twee auto's naast elkaar of achter elkaar staan. De ene is een kleine benzineauto. Een dochter is op bezoek bij haar zieke oude moeder voor wat mantelzorg. Ze heeft een laag inkomen en geen budget voor een elektrische auto. Maar ze moet wel €12 afrekenen voor 3 uur parkeren. De andere auto, voorzitter, is een grote elektrische auto. Een goed verdienend ondernemers-echtpaar dat een dagje uitgaat in Utrecht en zo gratis parkeert in de binnenstad bij het startpunt van hun stadswandeling. Ja, ik vind het niet rechtvaardig, voorzitter, dat de een €12 moet neertellen voor parkeren en de ander, die het makkelijk kan betalen, gratis terecht kan. En ja, ik heb toch de indruk, voorzitter, dat het voorstel op die manier de tweedeling in de samenleving verder aanwakkert. Tot slot, voorzitter, de SGP wil een rechtvaardige behandeling van benzine, diesel en elektrische rijders. Want die auto's nemen allemaal evenveel parkeerruimte in beslag als ze even groot zijn. En we willen geen parkeerdiscriminatie en zouden het heel onverstandig vinden om dit wetsvoorstel door te zetten. Woensdag was er ook een debat over corona en Kamerleden blikken alvast vooruit. Wat doen we in de toekomst met corona? Als het aan de SGP ligt, houden we het hoofd vooral koel. Voorzitter, SGP vindt het belangrijk dat we zoveel mogelijk overgaan tot besluit- en beleidsvorming in een niet-crisissituatie. Raad voor Openbaar Bestuur wees daar ook op dat we eigenlijk ook bij
als er toch weer ernstiger situaties ontstaan, dat het dan nog van belang is om te kijken, maar kunnen we niet zoveel mogelijk binnen de geldende mogelijkheden voor maatregelen, voor besluitvorming blijven? Dat we niet te snel weer in de crisismodus schieten. En wat ons betreft betekent dat ook dat duidelijk moet zijn dat we niet meer kiezen voor lockdowns, voor een coronapas, voor een ministeriële schoolsluiting. En tegelijkertijd realiseer ik mij dat corona in ziekenhuizen, zorginstellingen nog steeds behoort tot de alledaagse werkelijkheid. En mensen met een kwetsbare gezondheid zijn die risico's blijven mijden. Ja, maken tot slot nog een uitstapje naar de Eerste Kamer. SGP-senator Peter Schalk debatteerde daar over de evaluatie van de toeslagenaffaire en het machtsmisbruik wat rondom die affaire plaats had. En hij citeerde daarbij uit de Bijbel een wijsheid van koning Salomo. Maar het boek waar ik nu uit wil citeren heeft als titel Prediker. Vermoedelijk geschreven toen hij al oud was, toen hij de teleurstellingen van het leven overzag, toen zijn wijsheid misschien nog wel verdiept was tot levenswijsheid, waarbij hij ook oog had voor de positie van het zwakke in de samenleving. Hoofdstuk 4 van dat boek, Prediker, begint met de volgende woorden. Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, er waren de tranen van de verdrukten en van degenen die geen trooster hadden. En aan de zijde van hun verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Die burger is per definitie niet de vijand van de overheid. Nee, de overheid moet juist het schild voor de zwakken zijn. De overheid is er niet om kwaad aan te richten, maar de overheid is er ten goede van de burgers. Ja, met deze wijze woorden vanuit de Senaat zijn we alweer aan het einde gekomen van dit SGP Weekjournaal. Ja, vond u het leuk? Waardeer je dit? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Abonneert u op ons kanaal om niets te hoeven missen. En druk op het belletje om zelfs een melding te krijgen elke keer wanneer wij een nieuwe video plaatsen. Ja, attenderen we u nog heel graag op de samenzangavond van aanstaande zaterdag 1 oktober. Deze is ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de SGP in de Tweede Kamer, georganiseerd in de Oude Kerk van Dordrecht. Op sgp.nl kunt u terecht voor meer informatie over deze samenzangavond. Nogmaals dank voor het kijken en graag tot volgende week.